Droef. Maar had jij het idee gisteren dat die... Dat idee kreeg ik. Ik zit ook maar voor de televisie. Ja? Ik kreeg een beetje het idee dat die Henk Grol wel erg teleurgesteld was. Kom op. Wat was die teleurgesteld, hè, Henk Grol? Maar die goos heeft echt zijn hele leven eraan gewijd, man. Ik bedoel, die heeft echt zo hard getraind. Ja, maar Wilfred, ik heb het idee dat de laatste 10 jaar... ik alleen maar een teleurgestelde Henk Grol gezien. Dat is wel zo, ja. Ja, dat is waar. En iedere keer zegt hij dan dat hij stopt, maar hij komt steeds weer terug. Hij gaat niet naar Peking, had hij het over. Nee, hij gaat niet naar Peking. Maar